Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPDVAR en more. En vandaag ga ik op pad met deze nieuwe Rapid Responder. Gemaakt door Wandertje, voor mij. Dus ik heb hem besteld, om maar zo te noemen. We gaan meteen naar de eerste A1 melding. Jullie horen hem al binnenkomen. Ambulance is al onderweg. Wij gaan blijkbaar mee. Ja, het is een beetje het nadeel tussen aanhalingstekens van deze mod is dat je altijd met een collega daar naartoe gaat. Met collega's. Dus daarmee bedoel ik, er zit altijd, rij je tegelijkertijd met een ambulance daar naartoe. En die ambulance is altijd om de hoek. Dus die zal altijd sneller te plaatsen zijn. In ieder geval, de ambulance of de rapid responder is zit. Ja, er staat coördinatie op. Dat maakt mij even vrij weinig uit. Oranje zit erop, blauw zit erop. Blauw laten we niet aan. Lekker. En we gaan in ieder geval vertrekken. Nou, misschien zijn we toen nog eerder te plaatsen. Gezien het maar 600 meter voor mij is. Nee, de ambulance is er al bijna. Ja, de ambulance is te plaatsen, dat is mooi. Ja, gaan we nog bewegen? Nee, dus oké, mooi. Goed, collega. Hoi. Samen met mijn collega ga ik eens een kijkje nemen. We gaan eens horen wat er allemaal speelt hier. Ja, ja. 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 Wat, hij was niet aanspreekbaar, hartslag is redelijk goed, ademhaling is goed, bloeddruk was ook goed. Hij is wat kortademig. Bekend met hypertensie, hoge bloeddruk. Heeft al een hartinfarct gehad in het verleden. Allergisch voor ibuprofen. Hij is nu een beetje cyanotisch, dus een beetje blauw hè. Wat stond er nou nog? Ja, nu zie je ziet dat er weer een andere voorgeschiedenis is. Een retrosternal. Ja goed, hij is dus niet aanspreekbaar. Hij is erg klam. Of in ieder geval onwel. Bloeddruk en zo was goed. Bekend met hoge bloeddruk. En hij heeft nu pijn op de borst, stond er. Ja, nu is hij opeens wat diabetes en zo. Dus hij was ook een beetje kort van adem, dus we gaan hem in ieder geval eens wat zuurstof en zo geven. En medicatie. En dan gaat hij maar met mijn collega's mee naar het ziekenhuis om daar verder te kijken of daar misschien een hartinfarct of zo is. We zeggen, kom maar eens opstaan en ga maar mee naar de collega's. Dus in ieder geval, ik zou zeggen, pak de brancard en neem hem mee collega, maar dat kan helaas niet. Ja, ja, ja. Goed zo. Hoi. We gaan terug naar de post. Ambulance rijdt weg zonder onze patiënt. Arme meneer. Ja, niks aan te doen. Toch niet. Voor de melding, persoon met een hoofdwond, flinke hoofdwond, hoofdtrauma. Ja, weet je wat eigenlijk met een rapid responder is? Die gaan eigenlijk alleen
worden gestuurd naar meldingen waar misschien nog de vraag is of het daar alleen kan worden afgehandeld door de rapid responder. Laat mijn vrije plekje open, scooter. Dus stel nou een aanrijding waarbij het letsel lijkt mee te vallen. Nou, dan gaat de rapid responder daarheen, die gaat dat dus oplossen. En dan als ze daar kunnen blijven, dan hoeft er geen ambulance, ze komen in een busje dan. En dan kan iedereen weer met vervolg, om het maar zo te zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook wel, ze gaan ook wel mee op andere meldingen. Denk aan de reanimatie, daar gaat een rapid responder ook heen als die vrij is. Natuurlijk, dichtstbijzijnde ambu, sowieso gaat die naar een reanimatie. Ja, iemand onwel geworden, ook weer daar. Hè? Misschien is het wel een diabeet die zo vaak een hypo heeft. Een te lage bloedsuiker. Nou, een beetje druivensuiker of zo geven. En als iemand het al vaker heeft gehad, dan hoef je die in principe niet eens mee te nemen naar het ziekenhuis. Dus ook dat, ideaal voor een rapid responder. Ik wil hier eigenlijk tussendoor, Coolblue. Oké, wat gaan we doen? Ja. Degene collega's van de politie. Ik wil een andere scheen erop zetten, maar het lukte niet. Ik weet niet hoe dat komt. Tot niet lukte. Ja, ik kan het wel. Dus ik had het zo gewild doen. Maar ik wilde het op een manier doen tot deze ambu. Dus de rapid. Een andere scène heeft dan de blokkendoos die hier om het hoekje staat. En dat hoor je ook wel. Maar ja, het was niet de gewenste sirene die erin stond. Die ik erin had gezet in ieder geval. Die staat er niet in. Het is deze sirene, ik weet niet eens waar die vandaan komt. Maar ik heb hem in ieder geval maar gebruikt. Of gehouden, want het had ook wel wat. We gaan hier ook weer eens kijken wat was de melding bij hoofdwonden. Als we zo kijken, niks te zien, mooi man. Valt wel mee dus. Heel goed zelfs allemaal. Het leven is zelfs 79%, 79 op 100. Ik heb al 18% gezien en zo, dus dit is gewoon... weet je wat? Ik ben hier absoluut niet nodig, ga maar lekker met mijn collega's mee. En jij gaat niet mijn rapid jatten. Bij een slachtoffer. Nee. Waarom zijn jullie beiden zo dronken? Hij is gewoon met zijn dronken kop op de stoep gevallen ofzo. Ik mag niet oordelen. Nee. Oh. Gaan we daar ook maar meteen mee naartoe, hè? Persoon neergeschoten. Ook daar worden we weer gevraagd. Eigenlijk zijn we een beetje een over de G vandaag. Dat kunnen we ook wel een keer doen. Dat had ik vandaag eigenlijk moeten doen. Maar goed, andere keer. Nee, je blokkeert me echt alle chillen, zeg maar, vrachtwagen. Ik snap dat je wilt stoppen voor me. Zo, nu is er wel een stukje nog recht vooruit. Oh, hij schakelt niet echt lekker door, hoorden jullie dat? Dat strand, er zijn toch ook veel meldingen. Daar is ook nog een persoon neergeschoten daar op dat strand, geloof ik. Het is maar wat daar. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurt.
Ik hoor in ieder geval de politie en de ambulance daar al staan. Of ik hoor ze in ieder geval. En we gaan tot het ze daar dan staan. Zo, ter plaatse. Nou, gaan we eens kijken. Goedendag, neergeschoten waar? Ik zie geen schotwond. Misschien de rug? Nee, ook niet zichtbaar. Wat is hier aan de hand? Oké, nou goed. We gaan toch maar even wondtreatment doen. Oké, en dan doen we nog trauma treatment. En dan kunnen we... Of kan hij naar het ziekenhuis? Zo. Het is wel een nadeel van deze mods, hè. Ik weet niet. Ja. Of de denker. Of de denker. Of de maker daar nou bij nadenkt. Want. Er staan altijd twee collega's in een auto. En altijd stapt de bijrijder uit. Doe dan of één collega, ja dat is dan misschien dan logisch. Of doe dan tot ze beide uitstappen. Waardoor je dus geen... Waardoor je dus geen sirene hebt die aan blijven staan. Mijn Tiguan is verdwenen, maar dat ligt allemaal puur aan mij geloof ik. Want ik zeg dat steeds tegen... Of ik heb dat steeds en dan hebben andere mensen er geen last van. Dus ik heb ergens iets niet goed helemaal ingesteld. Weer een persoon neergeschoten, ja kom maar. Iets niet goed ingesteld denk ik, dat de auto's op afstand verdwijnen. Want ik heb dat met meerdere voertuigen, ook met, ja. Nou ja, weet je, het was ook wel een auto van Wandertje die andere keer. Maar toen had ik geloof ik ook wel niet de goede versie. Ik moet hem maar eens navragen. Het zou natuurlijk wel onhandig zijn als dat gebeurt. Moet dat wel even gefixt hebben natuurlijk. Hè. Maar ja, wat vinden jullie ervan? Eerste indruk zo... een beetje, dus bijna volledig zeg maar, op waarheid gebaseerd, of waarheid gewoon op echtheid. En alleen die in de dashboard, die wilde ik er graag bij hebben. Dus dat heb ik verzocht. Voor de rest, ja. Oh, daar wordt ook geschoten. Gaan wij maar snel weg hier. Daar is vrij. Ik had trouwens ook Ambu Channel een bericht gestuurd. Hey, van... is misschien ook een idee dat als er eens een collega van jou is waar je heel goed contact mee hebt, hè, kijk, natuurlijk moet je, of ja, ik zal eerst het verhaal vertellen. En daarom, waarom ik vraag dat je tot die goed contact ermee moet hebben. Van als je een collega waar je goed contact mee hebt, kun je misschien eens vragen of je in de rapid responder, dus de collega die op een rapid responder rijdt, om daar de hele dag eens die camera in aan te zetten en hem een beetje uitleg te geven hoe die camera aangaat. Dus dat je dan misschien ook beelden krijgt vanuit de rapid responder. Nou, hij zei, ja, goed idee. Dus wellicht gaat hij het dus doen. Maar waarom ik nou zeg van je moet wel goed contact nog maar hebben. Kijk, ik snap ook dat niet iedere collega zou zitten te wachten op tot hij moet gaan filmen en zo. En tot er moet worden gefilmd überhaupt. Dus aan de ene kant snap ik ook wel dat... Als je iemand hebt die helemaal open staat voor Ambu Channel, dat die dat ook wel zou willen. Maar als je een collega hebt waar je zo hooi tegen zegt en that's it. Dan moet je misschien niet gaan vragen of daar de camera een hele dag in mag zetten. Lijkt mij dan. Maar ik heb het hem eens gevraagd en wellicht zien we binnenkort. Want hun hebben ook nieuwe rapid responders. Nieuwe trans. Die zijn wel gaaf. Hebben een hele vette sirene. Dus wellicht dat het ooit een keer ervan komt. En natuurlijk krijgt Ravu krijgen allemaal nieuwe ambulances. Het zijn busjes. Dus ze zijn ook wel vet als we die eens gaan zien in de video's. Maar ja, dat is puur wanneer Amersfoort ze heeft, dan zou je ermee gaan opnemen. Goed, hoi, persoon neergeschoten. Ja, politie is te plaatsen, ambu is te plaatsen, rapid is te plaatsen. Komt helemaal goed, pikkies. Oh, die is dood. Ja, dat wordt een reanimatie.
Leuk collega dat je bent begonnen met de reanimatie. Of je überhaupt bent begonnen met iets. En even kijken, we gaan een lifepack opladen. Nee, we gaan niet shocken. Lifepack. Stoppen. Het opladen en we hebben ritme en we gaan met spoed naar het Erasmus. Of ja, ik noem het Erasmus. Het is gewoon het grote ziekenhuis wat je daar zo ziet liggen boven mijn hoofd. Oké, okay. Goed. Even kijken of de ambu ook daar naartoe rijdt. Nou, die zitten vast, daar ga ik niet op wachten. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken, of het jullie een leuke video vonden. Ik zie graag een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Waarschijnlijk LSPDFR, want zoals jullie al weten heeft, ik wil bijna topmod zeggen, maar ministerie van mods. Onder andere een hele gave T5 gereleased, dus die wil ik wel even gaan gebruiken. Als dat helemaal goed gaat, dan zien jullie dat. Maar nog steeds met LSPDFR 0.31 is het geloof ik. 0.4 wacht ik nog even mee. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!